dat als het gedrag van individuen de economie aanstuurt, dat we dan blijkbaar de economie hebben die we willen. Tegelijkertijd stel ik vast dat er heel veel onvrede is in allerlei lagen van de bevolking over hoe die economie nu werkt. He, er is crisis, van voedselcrisis tot eurocrisis. Er is opwinding over kinderarbeid en over vervuiling van de planeet. Dus er is allerlei onvrede met de economie die we hebben. Nou, waarom passen we ons eigen gedrag daar niet aan op dat die economie verandert? Dat we bezig zijn, hebben we verschillende petten op in het economisch proces. We zijn consument, we zijn werknemer, we zijn deelnemer in een pensioenfonds, klant bij een bank, klant bij een supermarkt. En in al die economische rollen die we dagelijks spelen, sturen we eigenlijk de economie. En de rol van mensen in dat sturen van de economie, dat is enorm onderbelicht geweest in de afgelopen decennia. En ik denk dat we daar echt naar terug moeten om dat te benadrukken, omdat we zo een betere economie zou kunnen maken. Als je kijkt naar de, om dat te illustreren, naar de bestedingen van een gemiddeld huishouden, dan heb je het over een jaarbedrag van zo'n 32.000 euro. En nu, met die 32.000 euro sturen we de hele wereldeconomie aan. Een onderdeel daarvan, om een voorbeeld te geven, zijn de uitgaven die we doen aan voedsel en aan eten. Dat gaat om een duizendje of vijf per huishouden per jaar. Dan maakt het enorm veel uit voor de ontwikkeling van de economie of we die 5000 euro uitgeven bij de prijzenbeuker, voor de laagste prijzen zoveel mogelijk voedsel kopen, of dat we bijvoorbeeld biologische groente en fruit kopen. Als we dat laatste zouden doen, in Nederland met z'n allen, zouden we de landbouw in de wereld revolutionair veranderen. Dan zouden alle productieprocessen in het landbouwproces worden aangepast en kreeg de consument wat hij wil. Want de consument is het eindstation van een hele keten aan bedrijven die aan elkaar leveren. En als dat eindstation zegt, ik wil iets anders, dan werkt de economie zo dat hij zich gaat aanpassen en dat andere gaat leveren. Nou, dat kunnen we doen in onze rol van consument als het gaat om voedsel, maar gaat ook op voor hoe wij willen dat de arbeidsmarkt werkt. Hè. Dat is dan onze rol als werknemer. Hoe banken aangestuurd worden, gaan wij zelf over. Ik denk dat een van de belangrijke oorzaken daarvan is dat we eigenlijk weigeren om de consequenties te trekken uit het gedrag dat we als burger wenselijk vinden. Als we over zouden stappen van de goedkoopste voedsel naar het biologische voedsel, zijn we per huishouden zo'n 2000 euro duurder uit. Dat betekent dat we die 2000 euro niet kunnen uitgeven aan iets anders, bijvoorbeeld vakantie. Dus de keuze is eigenlijk, heb ik de landbouw die ik wil hebben en ga ik niet op vakantie? Of heb ik het goedkoopste voedsel en ga ik wel op vakantie? Mijn suggestie is, wij maken de verkeerde keuze. Wat zou kunnen helpen om dat te veranderen, is als mensen zich veel vaker dan nu de vraag zouden stellen, geef ik eigenlijk wel het goede voorbeeld? Geef ik mezelf het goede voorbeeld? Gedraag ik me als consument en werknemer en bankklant zoals ik zou willen, zoals ik zou willen zijn? Zoals ik vanuit mijn hoedanigheid als burger zou willen dat ik mij als consument zou gedragen? Nou, als we die switch kunnen maken, dan hebben we een enorme berg invloed, namelijk het hele nationaal inkomen, om de wereldeconomie de kant op te sturen die we willen hebben.